Super scherp. Nou, laten we even. Waar waren we gebleven? Van Guy. Oh ja. Nee, maar dan zit je in een positiespel. Dan moet je drie keer naar achteren kijken. Van komt Guy eraan, weet je? En als je dat de eerste training hebt. En ik vanuit mijzelf was vrij. Ja, een beetje onzeker op het veld. Ik moest echt mezelf 100 keer laten zien dat ik goed kon voetballen. Wilde ik echt in geloven. Zo kwam je niet over. Maar... Nee, weet ja. ik. Want ik weet hoe ik was toen. Ja. Weet je? Ik had een muur om me heen gebouwd ja. van. Wie ben jij nou, weet je? Dat idee. Ja. Maar ja, ik denk dat inderdaad... Hij kwam gewoon met het idee van... ik wil niet gaan voetballen. Ik denk niet dat daar onze kwaliteiten liggen. Mm. En dat hij daar gewoon heel lang op is gaan voortborduren... dan Erwin Koeman. En ik ben het wel met je eens dat... vooral ook het eerste jaar en ook het tweede jaar... dat we veel meer uit het team konden halen. We hadden wel echt leuke spelers. Ja, het tweede jaar was ik dan... Het tweede jaar voor jou was ik weg. Oh ja, inderdaad, was je naar Roda. Ja, ik vond het zonde dat hij zo... Vanaf Kiet af aan was het direct... We gaan countervoetbal spelen. Punt. Ja. Teddy Chevalier in de punt. Veroveren we de bal. Zo snel mogelijk diep naar hem. Ja. En, het hielp ook niet dat jullie wonnen tegen PSV, om heel eerlijk te zijn. Hoezo niet? Ja, hij dacht dat hij goud in handen had. Ja. Nee, klopt. Dat zou ik ook denken. Ja. Van kijk mij super genie. Dan kom je weer terug op het wat je daarnet zei. Ja, dan moet je tegen de mindere teams gaan spelen... waar je zelf het voetbal moet gaan laten zien... en het spel zelf moet gaan maken. En dan wordt het lastig. Ja, en dat is ook inherent als je kijkt naar de uitslagen. Je wint thuis tegen FC Utrecht met 5-2 of zo, weet je. Ja. En dan speel je tegen NAC 2, verlies je met 2-1. Dus dat is echt op en neer continu. Dus ja... Maar inderdaad, ik ben het wel met je eens van... Als jeugdvoetballer heb je het idee dat elke trainer een tactisch wonder is. Omdat elke trainer leert je datgene wat je niet weet. En je weet vrijwel niks. En op een gegeven moment kom je in de eerste helft en denk je van... Oké, nu komen de trainers der trainers. Ja, en dan kan het tegenvallen. Ik denk ook dat het vooral te maken heeft met wat je net zegt. Ze hebben op topniveau gespeeld. Ze hebben met de beste voetballers van de wereld gespeeld. Thomasson heeft bij AC Milan, Feyenoord, weet ik veel, allemaal gespeeld. Denemarken, waarschijnlijk overal een standbeeld. Maar dan heb je ineens met mindere goden te maken. En in een andere competitie... Of speel je niet bovenste gedeelte van de Eredivisie. Dan speel je ineens beneden. Dus dat vraagt ook ander voetbal. En dan kan je, denk ik... Je kan het proberen, tuurlijk... Maar als dat niet lukt, dan moet je even gaan luisteren om je heen en openstaan voor andere dingen. Misschien is dat kritiek in jouw ogen. Nou, so be it. Ga daarmee om. En dat heeft hij, Thomasson, minder gedaan. En ja, met Koeman bleven we erin. Dus uiteindelijk was het wel positief geëindigd. Maar koppig. Ja, als trainer vind ik moet je twee dingen kunnen. Je moet een team beter maken. Mm. Dus je moet echt spelers beter kunnen maken. Ja. Want bijna bij elke club in Nederland krijg je niet met spelers te maken die af zijn. Dan moet je echt bij Manchester City zitten of Real Madrid. En het tweede wat je eigenlijk moet gaan kunnen is... de manier hoe je wil spelen zo makkelijk mogelijk kunnen uitleggen. En dat is soms lastig om iets makkelijk te maken... door middel van een training, echt een trainingsvorm. Of kleine nuances die je aanlegt. Van oké, let hierop. En dat jij het complete beeld weet. Dus jij weet waar je de nuance moet leggen. De spelers hoeven dat in principe niet helemaal te weten. Ze moeten alleen weten wat ze moeten uitvoeren. Ja. Snap je wat ik bedoel? En dat is heel lastig, denk ik ook. Is het ook. Dat is de kunst van het vak, denk ik. Ja, inderdaad. Maar we begonnen bij het feit dat jij... nu in je eerste jaar zit van daar trainen. Maar zijn je terechtkomen, Jezus. Ja, echt. Nee, maar je zei eigenlijk van dat je heel vaak binnen je carrière, je actieve carrière hoorde van... Guy, misschien is trainerschap iets voor jou. Heb je überhaupt nog verder gedacht dan alleen het trainerschap? Als het gaat om van wat je doet na? Verder ben ik nog niet echt gekomen, man. Het is overal waar ik geweest ben, van scholen tot... badmeester zijn. Ik ben overal ingerold. Dus ik wil niet zeggen dat ik er nooit mijn best heb voor moeten doen, maar het is me ook niet komen aanwijzen, want je hebt er keihard voor gewerkt waardoor die opties ontstaan. Maar het is altijd wel op zijn plek gevallen. En daardoor heb ik nooit echt hoeven nadenken
over de volgende stap. Net als nu, ja, ik ben in dat trainerschap gerold bij Dordt. Ja, ik was een oud speler. Met Almere, tweede seizoen zelf speelden we een wedstrijd daar. Ik sprak Johan van Sluis, oud teamgenoot van mij, die daar ook in de jeugd zat. En hij deed dingen bij het eerste. En zodoende is het balletje gaan rollen. Ben ik daarin gerold. Hoe ik nu bij Utrecht ben, is omdat ik contact had met die hoofdtrainer van de onder 15. Heel het seizoen lang, hij heeft heel veel ervaring. Hij heeft bij Dordt gezeten, heeft bij Willem II gezeten, bij Sparta gezeten, nu bij Utrecht. Dus heel veel gespart en weet ik veel. En op een gegeven moment vraagt van, zou jij het wat vinden om bij mij assistent te zijn volgend seizoen? Zo ben ik daar weer ingerold. Ja. Je vertrouwt het proces. Het komt allemaal wel goed. Als je gewoon een goede mindset hebt en niet... Als je overal open voor staat, dan komt het denk ik wel goed, man. Ben je bang dat je daardoor misschien niet een andere passie misloopt? Of denk je niet zo ver na? Daar ben ik niet bang voor, man. Snap je dat je bijvoorbeeld dat je dingen tegenkomt en denkt van, oh, dat lijkt me ook leuk. Maar goed, ik heb nu hiervoor gekozen. Nee, maar ik denk als je iets echt heel leuk vindt, dan ga je daar tijd voor maken. En dan kan je tijd gaan delen. Dan doe je een beetje... Bijvoorbeeld, ik speelde in Zwitserland een jaartje. En ik weet dat jij ook een UFC-fan bent. En ik vond Brazilian Jiu-Jitsu vond ik heel mooi om te zien. En dat iemand die zo klein is, zulke beren gewoon kan uitschakelen. Dus ik was benieuwd naar hoe dat in zijn werk zou gaan. Dus heb ik dat in dat jaar dat ik in Zwitserland was, heb ik ook een jaartje jiu-jitsu gedaan. Wat ik geweldig vond. Mocht eigenlijk niet van de club. Maar ja, ze gaan er nooit achter komen. En ik kan in mijn avonden kan ik lekker dat gaan doen. In plaats van op de bank chips eten of zo. Ja. Snap je? Dus als je iets echt wilt, ga je er tijd voor maken, denk ik. Ben ik mee eens. Ben ik het mee eens. Ik denk dat het ook het beste mindset is. Ik vind ook van, als je iets leuk vindt, gooi je de tijd en word je er beter in. Wat dat ook weer iets aanwakkert, namelijk wanneer je er beter in wordt, vind je het ook leuker. Weet je, als je elke keer gechoked wordt, dan denk je ook na drie dagen van één maat. Dus nee, maar bij mij is dat werkt heel motiverend bij mij juist. Want dan wil je dat het niet meer gaat gebeuren. Ja. Dus in het begin, mijn allereerste dag, of nee, waarschijnlijk mijn tweede dag, want de eerste dag mocht ik niet sparren. Tweede dag ben je aan het sparren. En ik voel, klein meisje, ze zal ergens in de 20 geweest zijn of zo. Maar ja, ik was 60 kilo of zo. Ik was daar 90 kilo. Je bent aan het rollen en weet ik veel allemaal. En daarvoor had ze me gechoked, maar ja, ik wist niet wat. Maar ze was in full mount, dus ze lag hier op mij en ze pakte die dingen. En in het tap, oké. Okay. Yeah. Zo, oké, dat ging snel. Op een gegeven moment lig ik bij haar in guard, dus tussen haar benen, niet op haar, dus dat ik alle controle heb, maar tussen haar benen. Dus denk, laat mij het ook maar een keer proberen. Dus ik probeer ook die choke. Yeah. Maar ja, als je in guard ligt, heeft zij eigenlijk alle macht om alles met jou te doen. Want als ze ene kant op gaat shiften, kan je al niks meer doen met je handen, omdat je al bij haar nek zit. Dus zij maakt daar gebruik van. Zij was even een paarse band of zo. Yeah. Ik weet niet wat er gebeurde. Ineens voelde ik, bam. En ik ben aan het tappen, want ze had de arm van me of zo. Ja. Jezus, dus als zo iemand dat kan van, weet ik van 60 kilo en moet wat inzitten. Maar dat motiveerde mij wel om ook weer met haar te sparren en ook weer met die monsters te sparren om daar beter in te worden. En uiteindelijk hield ik mezelf staande. Ik heb haar nooit gechoked of ben nooit beter, maar ik hoefde niet meer te tappen. En dat was altijd een motivatiepunt voor mij. Wanneer ik naar die training ging, oké, vandaag ga ik niet getappen worden door die, oké, misschien wel door die. Weet toch? En dan telkens die stapjes maken dat het uiteindelijk competitief werd. Ja. En voor mij was dat de beste ervaring om gewoon telkens te zien dat je stappen maakt. En op een gegeven moment kreeg je ook een... Even kort. Is dit iets wat je jezelf hebt aangeleerd dat je niet meer erg vindt om tegen je grenzen aan te lopen? Of is dit echt iets wat je altijd al had? Maar hoe zie je dat dan tegen grenzen aanlopen? Ja, bijvoorbeeld nu met Brazilian Jiu-Jitsu. Kom je er eigenlijk achter dat je niet goed bent en dat je dat juist leuk vindt? Zo'n monstervriend, wat zeg je? Ik was de beste vriend. Nee, ik denk dat het is ontstaan uit niet willen verliezen gewoon.
Maar je kan het ook vertalen toch dat je het niet meer doet. Dan kun je ook niet meer verliezen. Maar als je het leuk vindt... Ja, maar snap dus, je, dat, dan is het een balans van ja. wat vind je belangrijk? Dat is mijn vraag dus. Ik vond het heel interessant gewoon. Ik vond het heel interessant om te zien, om te doen. En daardoor wilde ik het ook kunnen. Ja. En de andere beginners die in die groep zaten, die kon ik wel hebben. Ja. Dus toen dacht ik van, oké, ik ben geen nul. Ja, ja, ik ben misschien een 1. Ja. En ik wil richting die 2, misschien een 2,5, weet je toch? En dat, korte termijn doelen gewoon. Ja, iedere ja, training. En niet tegen je verlies kunnen. Maar dat ook wel omzetten in niet huilen, maar beter mijn best doen. Ja, precies. Nee, ik heb denk ik 4 lessen nu gedaan. Ik heb... Shit, gaan we rollen zo. 2, hè? Oh, nee, bro. Als jij het een jaar hebt gedaan, ga ik niet meer je rollen. Nee, ja, maar dat is 2016, man. Nee, ik heb 4 lessen gedaan, verspreid over, denk ik, 3-4 jaar. 2 keer no-gi en 2 keer met gi. En de laatste keer, mijn broer die doet Brazilian Jiu-Jitsu. Dus die is ook echt vrij goed in. Mm. Ik denk dat hij nu zijn witte band achter zich kan laten. Maar je weet dat het best wel een lang proces is. Dus ik ging met hem een keertje mee. En dan begin je. Dan ga je eerst met je broer en ga je een aantal oefeningen. Aantal dingen ga je leren. Ja, je weet zelf van voor hun is van... Je moet zo pakken. En dan heb je hem. Ja. En ik zei, wacht even. Wacht, eerst wat? Blijf even staan, want ik moet even om je heen lopen. Oké, hoe zit die? Snap je? Ja, man. En op het laatst ga je natuurlijk sparren. Mm. En dus eerst ga ik met mijn broer. En je weet het, de eerste half uur, dan ga je echt een half uur sparren. En de eerste 10 minuten, je komt overal redelijk uit met kracht. Ja. Snap je? Gewoon brute kracht, gewoon de hulk, weet je. Uah. Geen techniek, niks. Ja, en mijn broer, die was nog wel heel netjes. Ja, dus mijn kat. Hey, Missy. Nee, Missy is een beetje schichtig. Okay. Ja, je mag er doorheen lopen, Miss. Je mag gewoon door de deur. Ik weet niet of... Ja, in ieder geval is ze oud en wijs genoeg om te weten hoe een deur open gaat. Maar wat ik wilde zeggen is van... Dus de eerste 10 minuten kom je nog wel met brute kracht doorheen. Maar weet je, en mijn broer die deed ook redelijk rustig. Hij wilde niet mijn arm eraf trekken. Maar op een gegeven moment kwam ik tegen een paarse band een meisje. Een vrij jong meisje. Ik denk precies hetzelfde als jij. Ze was denk ik een kilootje of 50. Dus inderdaad, dan kom je... Zij zit te sparren met je uit met verstand. Oké, ik moet zo... Ja, ik zit daar met brute kracht. Dus op een gegeven moment had ze mijn arm op een manier dat ik dacht van... Hey, dit is niet fijn, man. Maar volgens mij is het ook geen choke. Dus je wil niet gaan tappen. Het is gewoon een manier van om je ongemakkelijk te brengen. Verder. Dus ik kom er zo uit. Oké, op een gegeven moment was ik zo in paniek dat ik haar gewoon bij haar nek pakte. En ik zag haar zo kijken van, dit ga je toch niet menen, wat ben je aan het doen, gozer? Uiteindelijk eruit gekomen? Of? Ja, nou, uiteindelijk heb ik die, volgens mij was het ding 5 minuten. Heb ik 5 minuten ben ik niet gechoked. Maar volgens mij ging ze heel snel naar de andere kant van de zaal. Van, snap ik. Dacht ze van, deze gozer. Maar dat is het ook. Als je in paniek bent en je weet niet wat je aan het doen bent. Wat. Ja, dan kun je, dan ga je gewoon iemand bij de nek vastpakken. Ja. En gewoon knijpen en hopen van. Want dan kon ik stil. Ik heb een paarse band getapt, weet je. Ja, maar de eerste keer, dan was ook zo'n kleine gozer. Dat was gewoon een slang. Die ging op een gegeven moment achter jou. En op een gegeven moment dacht ik van, dit is ongemakkelijk. Wacht even, wacht. Ja, zo. En echt, ik hoorde gewoon mijn rug. Hier werd het gewoon mijn ruggenwerk. Gewoon krrr. Ja, man. Ja, heel snel teppen. Ja, man. Ik vind het een mooie sport, man. Het is een fantastische sport, omdat je erover moet nadenken. Mm. En dat maakt het mooi. Het is niet... Met brute kracht alleen kom je niet. Nee. En het mooiste is, de mensen die het echt praktiseren en die het echt... die jiu-jitsu mindset hebben, zijn de vriendelijkste mensen op aarde. En die zullen... altijd proberen het gevecht te vermijden en weet ik veel. Zullen misschien klein zijn, weet ik veel. Ze kunnen jou vermoorden in binnen 10 seconden. Maar dat is het je weet het niet. Maar dat is toch hetzelfde als je... Ik voetbal nu met een groep vrienden. En het zijn toffe gasten, slimme gasten. Ze zijn ongelooflijk succesvol in de dingen die ze doen. Alleen, wij hebben gevoetbald op een ander niveau. En wanneer je gaat voetballen, dan zie je dat zij zo boos kunnen worden op een verkeerde paas. Mm. En jij zit daar zo van... Ja. Yeah.
Waar zijn we mee bezig? Ja, van zo, jongens, geloof mij. Als je echt kritisch wil zijn, dan gaan ze gewoon weer kritisch zijn. Snap? Het is eerder van, jongens, jullie willen niet die knop omdraaien van mij, want dan gaan we echt kritisch zijn, weet je? Ja, dat idee. Maar dat is ook, omdat ja, je voelt je gemakkelijk in de situatie. En ik denk dat hetzelfde is met mensen die goed zijn in vechten. Ja, die worden niet... Ja, warm of koud van een beetje agressiviteit of iemand die schreef van, geen probleem, maat. Ik laat je gaan. Kom maar. Kom maar. Geef maar. Geef me twee, snap je? Laat me zien wat je wil. Dus dat is, ik denk dat het een beetje is. Ja, weet je wat we gaan doen? Ik weet niet of je weet dat ik sinds kort, althans 3 afleveringen, de TOS, inderdaad. Dus er zijn een aantal dingen die je gaat voorleggen. En dan, Ben benieuwd. Een beetje bang ook. Ja? Nee, man. Kaap Verdi of Nederland? Oh. Ik wist dat die ging komen. Nederland. Maldini of Materazzi? Maldini of Materazzi? Materazzi. Racisme meegemaakt of geen racisme meegemaakt? Jawel. Afrika Cup spelen of kampioen worden met de RKC? Ik mag hem zo meteen weer leggen. Kampioen met RKC. Je bent een topsporter of je wordt een topsporter? Je bent een topsporter of je wordt een topsporter? Het vragen allemaal, man. Dat betekent dat ik mijn werk goed heb gedaan. Nee, maar is dat dan mindset dat je bedoelt? Kijk, uiteindelijk waar dit om gaat is wat zorg... Ja, waar denk jij aan als ik dit tegen jou zeg? Want dat vind ik ook nog wel interessant. Kijk, ik denk dat je topsporter kan worden. Maar je kan het wel al zijn. Dus als je bijvoorbeeld die uitspraak... hard work beats talent, if talent, dat... Dus daar zit het hem, denk ik, in. Je bent nu gestopt met voetbal. Ja. Ben je nog steeds een topsporter? Nee. Dus je... Misschien wel in mindset. Dus wat ik als trainer vraag aan mijn jongens... kan misschien heel veel eisend zijn vanwege die mindset. Maar ik zelf ben dat verre van meer. Wat is die mindset? Die mindset van altijd beter willen worden, altijd het beste uit jezelf willen halen. En vooral in de kleine dingen. Dus het begint met op tijd komen, voeding op orde, dingen die je extra kan doen, extra doen. Mensen helpen om je heen, zodat jij ook beter kan worden in de taken die jij moet uitvoeren. Dus daar zit het er meer in dan een geweldige schaar hebben. Zit ook een stukje afzien? Zeker. En dat is een mentale weer ervan. Dus hard werken is ook een kwaliteit. Ik ben niet de meest begaafde voetballer geweest. Maar ik kon wel altijd hard werken. En omdat ik hard kon werken en misschien in plaats van de 80 minuten die mijn tegenstander kon geven, kon ik 90 gaan, was ik op dat moment de betere. Terwijl hij misschien wel een dubbele schaar kon maken en ik mijn enkel brak daarbij. Heb je dat geleerd door het beroep wat je uitoefende of... Was Kier Ramos altijd al die persoon? Zou je dat ook hebben gehad als je bijvoorbeeld politieagent was geworden? Of je was... Weet ik niet. Ik denk door de ervaringen in mijn leven. Omdat in de jeugd speelde ik bij Sparta. En daar had je ook een amateurtak en een proftak. En in de 10 jaar heb ik, 2 of 3 jaar, maar in de proftak gezeten. En in de elftallen waar ik gezeten heb, begon ik meestal wel als 14e, 15e man. Maar ik eindigde altijd als basisspeler. Dus daarin heb ik wel altijd leren vechten. Vechten voor mijn plaats en vechten voor een kans. Dus ook al zat er tegen, ik kwam er uiteindelijk wel. En als we een stapje terug gaan, want je bleef gemotiveerd. Er zijn ook heel veel mensen die in die situatie gedemotiveerd werden en daardoor eigenlijk de handdoek in de ring zouden gooien. Ja, niet altijd. Ook ik heb 2 jaar in de tweede bij Dordrecht gezeten. Ik denk niet dat jij 1 iemand kan opnoemen die
drie jaar in een tweede elftal heeft gezeten ergens en het alsnog gered heeft. Toevallig had ik twee weken geleden een jongen aan die kant, Youssef El-Jabli, die pas op zijn 21ste, 22ste richting de Graafschap ging. Ja. Maar daarom, waarom ik dit vraag is, ik geloof dat je het bent of je bent het niet, snap je? Ik geloof dat jouw mindset, dus voordat je überhaupt in de sport bent gegaan, en dat kan echt zijn door de ervaringen die je hebt opgedaan buiten het voetbal of überhaupt als kind of et cetera, of zelfs de normen en waarden die je ouders jou hebben meegegeven, dat er een beetje voor zorgt dat jij steeds tegen dingen aankomt waardoor je die je als het ware kunt overwinnen. En dat hetgene maakt dat iemand topsporter wordt of in ieder geval succesvol wordt. Want uiteindelijk ben jij een van de weinigen van alle jongens die voetballen, die kan zeggen dat hij profvoetballer is geworden. Klopt. Ik denk ook dat er echt een verschil zit in topsporter of profvoetballer. Ja. Omdat je kan ons, of ik denk 80%, 90% van de voetballers kan je niet gaan vergelijken met een topsporter die bijvoorbeeld aan turnen doet of een of andere Olympische sport waar wij nooit of misschien wel van gehoord hebben, maar helemaal niks van weten. Die mensen stoppen zoveel tijd in hun sport, worden daar waarschijnlijk veel minder voor betaald dan een voetballer, maar zijn wel de beste van de wereld daarin. Dus dat vind ik wel echt de topsporters. Maar wacht even, precies dat laatste wat je zegt, ze zijn de beste van de wereld daarin. Mm-hmm. Als je hun vergelijkt met de beste van de wereld in voetbal, kom je dan niet in dezelfde soort mindset? Klopt. Maar er is gewoon een grotere groep voetballers die er hun werk van kunnen maken. Waardoor, als voetballer heb je het geluk dat er gewoon zoveel teams zijn. En weet ik veel, je hoeft niet de beste van de wereld te zijn om miljonair te worden in het voetbal. Je kan ook jarenlang bij NAC, Utrecht, weet ik veel, en alsnog een hele goede zakcent eraan overhouden. Dus daarin zijn we wel gezegend om door voetballer te zijn. En de Jury van Gelders, die al jarenlang op het absolute hoogste niveau, die dan veel minder hebben verdiend dan een subtopper in Spanje, ik zeg maar wat. Ja, klopt. Ik denk wel dat er een vergelijkbaar iets is als je bijvoorbeeld de Cristiano Ronaldo naast de Jury van Gelders zet. Dat soort abnormale super atleten, een Federer samen met een Messi. Mm. Ik denk dat zij wel dezelfde mindset hebben. Zeker, want ik denk 100%. Dat je anders niet dat niveau kunt halen. Maar ik denk dat we in een voetballerij zien we gewoon een veel grotere groep. Mm. En tuurlijk, er is niet heel veel plek voor de absolute top. Je kan niet met 300, 500 profvoetballers in de absolute top zitten. En dan kom je in een categorie van uncommon men within uncommon men. Mm. Weet je, als de 1% is. Ja, de 1% van de 1% is inderdaad. En ik denk dat het bij andere sporten zien we dat, zijn dat de enige die we zien. En bij voetballers krijgen we een veel grotere groep. Waardoor je inderdaad, ik ben het met je eens, dat er ook heel veel voetballers voetballen die niet het meest, die het niet alles uit hun talent hebben gehaald. Mm. En die hebben er heel veel. Die heb je waarschijnlijk bij PSV, waar je ook gespeeld hebt, honderden voetballers gezien die, of misschien geen honderden, maar heel veel voetballers gezien die misschien meer talenten hadden, maar het uiteindelijk niet gered hebben. En dat zie je heel vaak in het voetbal terugkomen. Klopt. Laten we beginnen bij het begin. Nederland, zeg je? Ik zeg Nederland. Caverdi, ik ben er nooit langer geweest dan 5 weken. Dus met vakantie. Ik ben in Nederland geboren. Ik ben in Nederland getogen. Ik weet alle regels hier, hoe je hier staande moet houden. En wanneer we naar Cabo gingen, na die 5 weken dacht ik van ja, ik wil nu wel weer terug, man. Het is wel weer mooi geweest. Zon, zee, strand. Genoeg zo. Kan wel zo zijn als ik daar misschien een langere periode zou gaan wonen, dat ik het misschien omdraai. Het gevoel is altijd wel heel goed daar. Dus je voelt je ook direct thuis en het voelt gewoon prettig daar. Maar mijn thuisbasis op dit moment is wel gewoon Nederland. Hoe oud was je toen je voor het eerst naar Kaapverdi ging? 11 geloof ik. Volgens mij pas op mijn 11e leeftijd. Wat voelde je? Kun je dat nog herinneren? Wat voelde ik? Het was vreemd. Ten eerste, je stapt uit het vliegtuig. Pff. Die warmte, die zo, wat is dit, man? Tropisch klimaat. Hij ziet tantes die je nooit hebt gezien, weet ik veel, die helemaal, weet je toch? Dus dat was mooi. Vanuit huis naar het strand lopen en hele dagen voetballen. Dus het was gewoon een en al lol dat je daar had. In je schoolvakantie.
En op een gegeven moment verlangde je weer naar school. En dacht van, ja, is prima zo, let's go back. Ja, ik had een ander gevoel. Althans, ik weet niet of het de eerste keer is, maar een van de eerste herinneringen die ik had, dat ik in Marokko kwam, was alsof ik thuis kwam. En het klinkt heel gek, maar de grond, je kijkt om je heen en je ziet allemaal Marokkanen, weet je? Je bent niet meer een vreemde eend. Zelfs de geur is iets wat vertrouwd voor mij was. En dat zijn vooral de herinneringen die bij mij heel sterk omhoog komen. Als ik denk naar een van de eerste. Ik weet ook niet of het de eerste keer was, hoor. Ik denk dat ik misschien te jong was om... Wat was je eerste keer? Weet ik niet eens. Ik denk dat een jaartje of vier, denk ik. Maar in ieder geval, dat gevoel komt bij mij steeds omhoog. En dat is gewoon elke keer. Nu als ik de vliegtuig uitstap, is het... Ja, man. Nee, dat had ik later pas. Ik denk in het begin dat ik dat besef niet had, of weet ik veel. Maar ook wanneer ik met het nationale team ging spelen, hadden we een keer, weet ik veel, 2-3 dagen vrij. En gingen we met een aantal spelers naar ons eiland. Ja. En toen kregen we echt gewoon kippenvel dat je uitstapt en dacht van, ja man, let's go. Deze 2 dagen gaan we genieten. Ja. En dat kreeg ik pas op latere leeftijd, denk ik. Een fijn gevoel is dat je dat ook hebt, dat je een huis hebt buiten huis. Ja, ik ben het ook met je eens, van na een tijdje denk je van, oké, jongens, het is wel leuk en aardig allemaal, maar die structuur en, snap je? Laten we teruggaan. Oh. Je zegt Materazzi. Maldini, mooiere voetballer, het geweldige slijdings. In mijn Dordrecht tijd keek ik ook clipjes voor een wedstrijd, een soort van inspiratie opdoen en helemaal hyped naar de Kromme Dijk gaan. Maar Materazzi puur vanwege zijn mindgames, man. Dus het was een goede verdediger, een meedogenloze verdediger. Die jou buiten het tackelen en weet ik veel, jou ook mentaal probeerde uit je spelletje te halen. En het mooiste voorbeeld was Zidane. Dat hij hem uit zijn spel haalde door woorden. En dat is iets waar niet heel veel mensen stil bij staan, dat ook dat een onderdeel van het spel is. En dat kan ik wel echt waarderen in hem. Was dat voor jou ook een onderdeel van het spel? 100%. Hoe deed je dat? op wat voor manier dan ook. We lachen waarschijnlijk vanwege ballenknijp-incident. Dat was een van de dingen die je deed. Maar dat deed ik bijna iedere wedstrijd. Ik zat aan iemands billen en weet ik veel. En ik ging iemands haar door de war doen. En van alles wat kon helpen, wat ik dacht dat kon helpen, deed ik. Zolang de scheids het niet ziet, is het allemaal prima. En dat had je echt van Materazzi of was dat? Nee, dat kwam uit mezelf. Dat kwam van de pleintjes, trash talken, wanneer je voor staat, weet ik veel. En dat op eredivisie niveau. Was het echt iets? Was het voor jou iets echt van, oké, dat heb ik. Is het iets wat je nodig had, of is het iets? Ik denk dat het mij wel hielp. Dat het erbij hoort. Kijk, bij mij was een wedstrijd RKC, eerste jaar Eredivisie, dat we thuis speelden tegen Feyenoord. Guidetti speelde toen. En Guidetti was iemand die echt iedereen aan het hypen was en iedereen op sleeptouw nam. En ik zat op de bank, dus ik kon. Ik was alleen op hem aan het focussen van, ja, wanneer ik het veld in kom, dan ga ik hem te grazen nemen. Uiteindelijk kwam ik wel erin, maar op 6 en prima. Half jaar later speelden we in de Kuip tegen hun. Dus ik wist dat ik in de basis ging staan. En mijn mindset was hem uit de wedstrijd halen. Want hij had allemaal jonge jongens om zich heen. En hij was de speel van hun. Hij was niet de captain, maar hij was wel de captain. Wat eigenlijk wel heel knap is, aangezien hij ook vrij jong was. Klopt. Zeker. En dat heeft hij verdiend door zijn... hoe zeg je dat? Zijn presence. Ja, inderdaad. En uiteindelijk ook zijn kwaliteiten. Hij scoorde week veel hoeveel hat-tricks. En de week dat wij tegen hun gingen spelen, kwam in de media, ja, tegen RKC doe ik ook gewoon nog even een hat-trick. Ja. En toen ging ik bij mij van, ja, dat gaat niet gebeuren, vriend. Dus alles aangedaan, samen met Henrico, samen met Art, om hem gewoon uit zijn spel te halen. En dat vanaf minuut 1. Henrico Drost en Art Drost, van Peppe. Art van Peppe. Dus gewoon, we hadden het niet eens afgesproken, maar
iemand begint. Oké, gaan we erop, man. Let's go. Dus minuut 1, het zat hem in ballen wegschieten en let's go, we gaan eruit. En dan dat je even tegen hem aanloopt en dat hij denkt even, yeah. Fuck man, hey, toch? Yeah. Dus hij begon ook tegen mij te praten. En toen dacht ik van, ja, nu heb ik je. Yeah. Je bent niet meer met je boys aan het praten, je bent met mij aan het praten. Je focust je niet meer op het spel. Ik was de gele kaarten pakker, maar hij pakte de kaarten op mij. Dus hij maakte overtredingen op mij. Dus na zijn eerste gele kaart, dus kreeg een penalty. En toen kwam dat moment van penalty scoren, shirt uit, 2 keer geel, rood. Yeah. Dus dat was voor mij ook een overwinning. Van, ik wist dat... Het was frustratie die eruit kwam op dat moment. En voor mij was dat een mooi moment. Uiteindelijk spelen we ook nog gelijk die wedstrijd. Dus zo probeerde ik spitsen eruit te halen, man. Je had het over gele kaarten pakken. Mm. Is dat iets wat je toen... Ja, wat je erg vond op dat moment? Het liet me wel... ik vond het moeilijk. Omdat op een gegeven moment zit je in zo'n... je zit ergens in waar je niet uit kan komen. Want iedere overtreding wordt onder de loep genomen. Als ik eenzelfde overtreding maakte als Art van Peppe, zou ik misschien wel geel krijgen en hij niet. Puur omdat ik al die status had. Plus, het was makkelijk om jou geel te geven, ja, voor een scheidsrechter. Ja, ook in dat seizoen dat ik dat record vestigde, zijn er zeker 2 of 3 momenten geweest, gele kaarten, die voor iemand anders bestemd waren. Dus 1 keer tegen AZ, vrij trap, heel iedereen op elkaar, weet ik veel. Penalty. Dus iedereen kijkt om zich heen, niemand weet het. Maar ik was altijd iemand die gelijk naar de scheids, wat is er nou? Wat is dit? Ja. Dus ik hoor hem zeggen, wie was het? Dus hij is met zijn grens aan het praten van wie het was. Die wist het blijkbaar ook niet. Ik dacht, oké, wacht, laat me weglopen voordat dit fout gaat. Ja. Uiteindelijk krijg ik hem alsnog. En in de avond zie je op Studio Sport dat Henrico Dros helemaal zo met zijn spits aan het worstelen was. En dat het vanwege hem was dat die gele kaart viel. Opstootjes die je uit elkaar probeert te halen en dat je in je gezicht geduwd wordt. En je denkt van, wat is dit, man? Ja. En je blijft ook gewoon zo staan. Ja. Bam, bam, geel. Ja. Ja, opstootje. Maar ik probeer ze uit elkaar te halen, maakt niks uit. Iemand die een solo aan het maken is, geschopt wordt door Sander Duits, door Art van Peppe, door Braber, valt voor mijn neus. Hier allemaal gele kaart, terwijl ik hem niet eens heb aangeraakt. Heb je het idee dat je niet genoeg ondersteund bent geweest? Want je had een aantal van die gele kaarten, had je kunnen aanvechten als ik het zo hoor. Gele kaart kun je niet aanvechten? Nee, kun je gele kaart niet aanvechten? Gele kaart is gele kaart, punt. Misschien is dat nu veranderd. Ja. Maar een rode kaart kon je aanvechten, gele kaart niet. Maar misschien ook door de incidenten in een interview te laten vallen door de trainer of medespelers. Of dat je in ieder geval wel als club het beeld een beetje probeert te vervormen van kijk jongens, het is leuk en aardig dat we... Ik denk, dat heb ik gemerkt bij Roda. Ja. Als je nou eenmaal in de hoek zit waar de klappen vallen, dan die klappen komen wel. En je roept het bijna over jezelf af als je onderaan staat, man. Ik weet niet wat het is. Het is iets ongrijpbaars. Dus alle beslissingen die tegen je kunnen vallen, die zijn ook tegen je. En het is Calimero-gedrag, lijkt het of zo, maar... Ja, ja, ja. Versterkte het ook bij elke gele kaart dat je kreeg, dat je denkt van shit, het achtervolgt me, man. Ja, het achtervolgt je en je wordt er ook wel... Ik werd er onzeker van, want je durft niet meer in duel en je gaat ineens dit doen in plaats van vol erin. Ja. Dus je denkt van ja, laat me die gele kaart maar deze keer niet pakken. Dus het beïnvloedde wel mijn spel. Op een gegeven moment had ze hem ook gestuurd naar Marco Hoogeland. Mm. Een van je gasten hier. En die heeft me... wel dingen laten inzien. Podcast nummer 10. Mooi, man. die heeft me wel laten inzien van... Oké, je bent hier gekomen vanwege jouw kwaliteiten. Je bent ergens goed in. Ja, dat je een keer een gele kaart pakt. Hala. Ik ging me ook schamen voor die gele kaart. Ja, kom je weer op tv met de gele kaart? Weet ja, wat? Precies. Dus dat vond ik lastig. Eigenlijk zo'n self-fulfilling prophecy. Je zit eigenlijk continu in een vicieuze cirkel, nou, waar je uit probeert te komen. Maar elke week krijg je weer de bevestiging dat je er weer in zit. Yep. En dat lijkt me lastig. Is lastig. Maar op een gegeven moment had ik er
ja, ook eigenlijk scheid aan. En probeerde ik mijn ding te blijven doen, ook mede door Marco. Maakt je het ook bespreekbaar binnen de groep? Nee, eigenlijk niet. Lastig. Maak het de grappen over, weet ik veel. Dan op de training maak je weer... Ja, hey, weer gele kaarten. Ja. Weet je toch, dus... ik ging er ook niet tegenin of zo. Het was wat het was. En ik moest er maar mee dealen. Snap je? Is dat denk ik niet te veel de mindset van überhaupt het profvoetbal? Is dat je al je successen en al je nederlagen, die doe je met je team. Maar echt het emotionele, het mentale, dat deel je nooit. Mm. Ik weet niet hoe dat nu is, want ik ben er nu ook een aantal jaren uit. En ik weet ook dat qua mentale dat er wel stappen worden gemaakt binnen het profvoetbal. Maar dat zie je bijvoorbeeld in Amerika. Als je een gemiddelde American football documentaire kijkt of een baseball documentaire, dan zie je veel meer een team die ook dit soort dingen aan de kaak stelt. Ze zijn er meer mee bezig. Ik denk dat Nederland of Nederlanders er anders in staan of zo. Het wordt sneller met een grap afgedaan of weet ik veel. En, is het ook niet een beetje een 9-tot-5 mentaliteit? Je gaat naar voetbal, je gaat voeren, je doet je training, je gaat naar huis, naar je echte leven? Dat, voor mij was dat niet zo, want voetbal was mijn leven. Maar het zal ongetwijfeld wel... Want had je heel veel buiten RKC... Ja, laten we even RKC als voorbeeld nemen. Had je buiten Waalwijk training, et cetera, nog contact met heel veel gasten? Kijk, ik weet dat ik daar niet bij hoorde. Mm. Dus, wij hadden een carpool. Dus met Jeff Stans. Banjar. Banjar. Met Tony Varela. Tony Varela was... Nee, je was Kuko. Pico Martina, Noordin. Ja. Zoals aardige busje die jullie hadden. Ja, op een gegeven moment konden we met een Vito daar naartoe. Nee, uiteindelijk 5 was te krap. Dus af en toe zei de boys, nee, ik ga wel met eigen auto. Dus, ja. Maar met die boys had ik wel... je zit dagelijks met elkaar in de auto. En dat was alleen maar grappen en grollen en... ineens kwamen de rappers uit de auto en weet je wel. Dus je kwam altijd met een goed gevoel op de club, laat ik het zo zeggen. Maar ook buiten, dus echt in het privé-sferen? Weinig, man. Een feestje, een verjaardag dat je... Ja, nu dan wel. Ja. Na mijn carrière. Maar tijdens... Ja, ging gewoon naar huis, man. En dan volgende ochtend weer... Je ziet elkaar ook super vaak. Ja, je ziet elkaar... ja, moet ook nog buiten het voetbal met je omgaan. Ga weg, man. Ja, nee. Nee, we hadden gewoon echt een goede band. Ja. We konden alles tegen elkaar zeggen. En ik ben wel van mening dat altijd in het seizoen iemand wel weer erbij getrokken werd in die auto. Ja, fuck die trainer, man. Je toch dat, ja. En nee, het komt wel goed. En ja, we waren maar eigenlijk, close. Ja, maar eigenlijk zou dat het hele team moeten zijn. Ja, maar dat is lastig. Het is super lastig. Dat ik zeg kan ook niet, denk ik. Ja, weet je wel. Ook als je in een bedrijf zit of zo. Je hebt altijd met iemand heb je een klik of zo. Ja, maar je hebt wel... Kijk, weet je waarom ik dat zeg? Is het gebrek aan leiders binnen een team. Mm. En dan niet per se de trainer of assistent trainer. Een leider binnen het team. Ja. Weet je, als je gewoon 2-3 gasten hebt die echt leiders zijn. En die dat van nature zijn. Die dat ook hebben ontwikkeld. Dat zijn van die gasten die iedereen de juiste kant op kunnen krijgen. Klopt, ben ik het helemaal mee eens. En daar horen een aantal dingen bij. Daar hoort niet bij van, ik veel, een prullenbak omver schoppen. Maar ook inderdaad van, jongens, we gaan met z'n allen uit eten. We gaan nu, weet je, vanavond. Ja. Die tijd gaan we. Weet je, dat soort dingen. En die ook herkennen van, hey Guy, kom eens Guy. Wat is er aan de hand? Ik denk dat dat ook wel echt iets cultureels is, man. Want ik heb dan nationale team. Ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren. Dat was jong, hè? Jong, ja, ik zat bij het. Dus dat is anders. Maar ja, is wel anders. Bij de hoofdmacht had je altijd de echte leiders die daar al jaren zaten en die dit, wat jij nu zegt, wel deden. En die wel een speech hielden, misschien voor een wedstrijd met alleen de boys. En na een wedstrijd, na een nederlaag, dat mensen zaten te grappen en grollen in de bus. En dat die zegt, hey, je moet nu even je bek houden. Je moet dit... Deze nederlaag ga je moeten voelen nu. Want heel het land heeft met hoop naar deze wedstrijd gekeken. En jullie zijn het na een half uur alweer kwijt. Ga je schamen, weet je toch? Dus dat zie ik niet in Nederland gebeuren. Ik weet niet wie dat in het team zou moeten doen. En die dan ook serieus genomen zou worden. Wanneer? Want genoeg jongens zouden... Wat zeg je nou allemaal? Ja, laat me met rust, weet je toch? Zo wordt er hier omgegaan met de leiders. Dus ik weet niet of...
hier de cultuur ook, voor is om echt een leider te hebben. Ik denk dat de competitie ook niet daarin gevormd is. Je mensen die springen heel snel van club naar club. En wat je daarin eigenlijk moet hebben, dat is in Amerika wel, je hebt franchises. Ja, dus je hebt een Kobe Bryant die jarenlang bij LA in de LA zit. Je ziet Pete Manning die jarenlang in een NFL-team zit. Inderdaad. Ja, omdat in de voetbal heeft niet elke club evenveel kans elk jaar om kampioen te worden. Ja. In Amerika is dat ook niet, maar het is het niveau is minder groot dan hier in Nederland. Maar in ieder geval, ja, daar zit je dan een beetje aan te denken. En inderdaad, ik ben het wel met jou eens. Op mijn 21 bij RKC, als iemand dat tegen mij zou zeggen, zou ik met schuin oog naar hem kijken en zeggen van, hey maat, ik weet niet waar je het over hebt, maar laat me rust maar, ga zitten. Ga ze even ontspannen. Maar dat is dus de cultuur. Ja, dat is wel de cultuur. Dat is lastig om dat om te draaien. Soms heb ik wel die momenten gehad van, ja, nu, maar dan denk ik van, ja, voor wat? Misschien nemen ze het serieus, misschien niet. Ja, whatever, man. Ik ga me focussen op mezelf. Ja. En ja, dat creëer je hier eigenlijk mee, dat iedereen eigenlijk zijn eigen bv'tje is. En je hebt misschien heel veel kwaliteit in de selectie, maar een echt team ben je niet. Ja, ja. Ja, kijk, we kunnen natuurlijk altijd heel veel argumenten geven waarom iets niet kan, maar het kan 100%. Het kan 100%, maar dan moet je ook echte leiders hebben die die steun ook gaan krijgen van bovenaf. Ja, inderdaad. Daar wilde ik naartoe gaan. Dat ontbreekt misschien ook. Ik denk dat ook wel. En vooral een herkenning van wie die leiders zijn. En dan heb je weer te maken met een Erwin Koeman en een John Dahl Thomason. Gaan zij dat accepteren? Dat iemand in de groep op het niveau misschien van de trainer is, die ook die jongens gaat moeten toespreken. En weet ik wat. Dus dat moet je als trainer ook uit handen durven en willen geven. Ja. Ja, ik zie het meer als een pluspunt. 100%, ik ook. Maar dat moet die trainer, die moet daarvoor openstaan. Ja, klopt. Want het kan ook, ja. Nee, inderdaad. Maar ja, daar kom je weer bij onzekerheid. True. Oh, pardon. Racisme meegemaakt? Ja, vaak genoeg, denk ik. Ja, ik lijk op een Marokkaan, dus ben je al klaar? Nee. Sowieso in het uitgaan. Ik weet niet. Ik ben daar ook heel naïef in, man. Ik heb waarschijnlijk veel meer voorbeelden daarin, maar die ik niet zo heb gevoeld als racisme of weet ik veel. Dat ik later denk, oh, bedoelde die dat daarmee? Ja. Dat je later gaat terugdenken, maar 100% meegemaakt. Vooral dus misschien in het uitgaansleven en weet ik veel allemaal, dat je als buitenlander gezien wordt en hier gaan vast wel je herrie schoppen in de tent. Nee, andere dresscode vandaag. Dus dat soort dingen. Terwijl iemand anders die hetzelfde aan heeft met blond blauwe ogen, die mag wel naar binnen. Dat soort dingen. Maar in het voetbal weet ik niet, denk het niet. Ja. Zal er vast wel geweest zijn, nogmaals. Maar ik ben daar naïef in. Ja. Het is ook lastig te herkennen als je er niet naar kijkt, weet je? Nou. Ik denk dat het ook een beetje is van, dan koop je een auto of kies je een auto, snap je? En dan denk je van, iedereen rijdt erin, maar ik zag niemand. Omdat je het op een gegeven moment ga je ernaar kijken, ga je ernaar zoeken of je herkent het. En dat is het ook. Van, ik denk van wanneer je antennes zo staan dat ze het opvangen, denk ik dat je het wel vaker gaat zien. Of in ieder geval, je gaat er vaker naar kijken van, oké, dit kan ook zo zijn. Ja, ook wat je zegt qua auto's. Ja. Bij Roda reken ineens in een Mercedes. Ja. Een mooie Mercedes, weet ik veel, nieuw. En toen werd ik ineens iedere maand wel 1 of 2 keer aangehouden. Ja. Terwijl met andere auto's ik dat nooit had. Ja. Zo heb je dus dan de latigheid, oh ja, oké, nee, nu snap ik dat racisme is, ik weet het niet. Ja, het is nu etnisch profileren. Ja, precies. Het is een beleid. Ja. Weet je, dat is... Stap je, maar nu ik in een normale verstoppen. Opel rijd, is dat niet meer het geval. En dan denk ik van ja. Ja. Weet je, ik vind het ook lastig. Ik was vorig jaar was ik bij een wedstrijd bij Heerenveen. En ik ben nu scout voor het eerste elftal. Dus ik kom er heel veel in... ook in de eredivisie heel veel. En dan kom je aanrijden, weet je. En bij Ajax precies hetzelfde. Echt, die twee clubs, daar heb ik gewoon vaker. En dan gaat degene die dan de parkeerplaatsen beheert, die zegt van, nee, je moet daar naartoe. Voordat ik mijn ding... Niet eens vragen nee, gewoon. Nee, nee, nee. Je moet die kant op. Ja. Weet je? En dan moet je wel daarbij zeggen, zodra ik aangeef van, dit zijn mijn werkzaamheden en ik sta op de lijn. Dan is het gelijk allemaal vriendelijk. Daar gaat het niet om.
Maar het is eerder van de veronderstelling dat het waarschijnlijk dit is. Precies. Weet je, dat is het. Ja. En om heel eerlijk te zijn, het ontging mij. Mm. Toevallig had ik een Nederlandse vriend naar mij en die flipte helemaal. Mm. Van nee, dit kan niet en dit. Ik zeg, we kunnen nu herrie schoppen. Ik zeg, maar het heeft geen zin. Ja. Uiteindelijk, hij laat ons door. Mm. We komen waar we willen zijn. Dus het doel hebben we al behaald. Ja. Weet je waarom we deze kant op zijn gegaan? Het heeft geen zin voor mij om de confrontatie nu aan te gaan. Voor wat? Mm. Wat ga je ermee doen? Je hebt al gewonnen door... Ik heb mijn doel bereikt. Precies. Hebben, ja. Het enige wat er nu kan gebeuren is dat hij gaat ontkennen. Komen we in een wel eens niet eens verhaal. Mm. En dan ben ik weer die boze Marokkaan. Mm. Snap je wat ik bedoel? Dus je verliest, geen winst. Je verliest sowieso. Ja. Dus laat het maar. Ja. Dus ja, dat zijn wel dingetjes die me dan opeens opkomen. Kampioen met RKC. Je zei in plaats van spelen... Of de Afrika Cup. Het was Afrika Cup. Spelen? Ja, Afrika Cup. Spelen inderdaad. Dus daar zat het hem bij mij. Ah, oké. Omdat kampioen worden is sowieso mooi. Wie kan gezegd hebben dat die kampioen is geworden ooit? Dus dat heb ik meegemaakt op het tweede niveau weliswaar. Maar het is de eerste elftal, Pik. Je bent kampioen geweest. Klaar. Afrika Cup. Dat was in... 2013. En ik geloof in september of in oktober. September geloof ik. Brak ik mijn middenvoetsbeentje. Dat was het jaar dat jij er ook zat, toch? Ja. Dus voor mij was het doel Afrika Cup. Vanaf het moment dat ik hem brak. Ik wilde precies weten. Revalidatie. Hoe lang gaat het duren? Hoe lang heb ik nodig om weer topfit te zijn? Pardon. Keihard aan mijn herstel gewerkt. Om... alsnog de kans te krijgen of te hebben om geselecteerd te worden voor de Afrika Cup. In die periode, ik ben nog nooit zo fit in mijn leven geweest. Dus in december kon ik er weer bij zitten. Volgens mij ook nog mogen invallen tegen Willem II, laatste wedstrijd voor de winterstop. Iemand viel uit. En de bondscoach nam me alsnog mee. We gaan daar naartoe. En het voelde gewoon goed. Alles voelde goed. Ik was gewoon fit. Ik voelde me beter dan mijn concurrenten. En uiteindelijk ging het supergoed allemaal. Maar ik mocht niet starten. Dus eerste wedstrijd mocht ik niet starten. Openingswedstrijd, Afrika Cup. Vol stadion, vuvuzela's, je hoorde niks. Geweldig om mee te maken, om daarbij te zijn. Je ouders over laten vliegen om daarbij te zijn. Tweede wedstrijd, Marokko. Ook een hele heen en weer, want de Marokkaanse vrienden, weet ik veel, Facebook belaagd worden. Wat zeg je? Want ik zei van, ja, wij zijn een beter team dan Marokko. Wat zeg je nou, beter team? Wij hebben dit, wij hebben dat, wij hebben zus. Ik zeg, ja, vriend, wij zijn een beter team. Jullie hebben misschien betere spelers, wij zijn een beter team. Uiteindelijk mocht ik daar 5 minuten invallen. Laatste wedstrijd, Angola. Spande erom, moest je winnen. Je wint, je gaat door naar de, ik geloof, kwartfinales. Mm-hmm. Niet gespeeld. Altijd net er tegenaan, wel niet. Laatste training voor die wedstrijd, dat de bondscoach de basiself een beetje laat zien. Stond je er eens in. Uiteindelijk door politiek of weet ik veel, heeft hij weer dingen veranderd. Speel je niet. Dus voor mij was het echt... Rollercoaster. Ja, mentaal. En ik zat met Tony op de kamer en die speelde wel alles. Dus hij kreeg alles te horen van mij. En voor hem was dat denk ik ook wel lastig. Omdat ik in mijn negativiteit zat van... Ja. Ik ben fucking fit. Ik ben nog nooit zo fit geweest. Ik voel me goed en ik speel niet. Uiteindelijk tegen Ghana in de kwartfinale eruit. Ook niet gespeeld. Dus heel dat toernooi was eigenlijk voor mij een deceptie. Terwijl heel het land op stelte stond en trots. En jullie hebben de kwartfinale gehad. Mooi man, je was erbij. Fuck it man, ik wil gewoon terug naar RKC. Ik wil gaan spelen man. Dus zo stond ik er toen en nu is het wat afgezakt. En ben je toch wel trots dat je erbij hebt mogen zijn. Maar op dat moment denk je alleen maar, ik wil spelen man, wat doe ik hier? En met het kampioenschap heb je daadwerkelijk een bijdrage geleverd. En met de Afrika Cup, ja je bent erbij, maar wat voor bijdrage lever je? 5 minuten invallen. Snap je? Misschien, het is anders, maar in mijn hoofd is het van, ik kan veel meer bijdragen aan dit team door te spelen. Ja, maar jouw bijdrage is natuurlijk ook in de aanloop erna geweest. Jouw bijdrage is in de training geweest. Jouw bijdrage is in de kleedkamer geweest. Leuk en aardig.
als voetballer wil je spelen. Mm-hmm. En zo stond ik erin. En ja. zo hoor je er denk ik ook in te staan als topsporter. Ja. Als profvoetballer. Je wil spelen. Het is leuk om erbij te zijn. Het was de eerste keer voor Cabo dat we erbij waren. Maar je speelt niet. Dus het is een eer om erbij te zijn. Maar toch een hele grote deceptie. Omdat je weet dat je nog nooit zo fit bent geweest in je leven. En het echt wel zou laten zien. Maar omdat ja, de captain staat op jouw positie. Dus dan houdt het op. Ja, man. Heel grappig dit. Ik heb een beetje, denk ik, een vergelijkbaar verhaal gehad met Olympische Spelen met Marokko. Hadden we de hele kwalificatie. Daar hadden we een Afrika Cup onder 23. Speel je alles? Ik was ziek als ik weet niet wat, die hele Afrika Cup. Ik heb volgens mij maar één wedstrijd dat ik redelijk fit was. Dat was volgens mij tegen Egypte. En dat was de halve finale. Die wonnen we met 4-0. Maar buikgriep, dat was niet normaal. Echt elke dag. Het was zelfs tegen Nigeria was het rust. Dus de hele eerste helft echt. Alsof je maag opblaast als een ballon. Je gaat de rust in. De hele speech van de trainer hoor je helemaal niet. Je gaat gelijk naar de toilet en je denkt van er moet iets, snap je? Dus je wil gewoon dat het weggaat. Dus op een gegeven moment, ja jongens, kwartiertje, we moeten nu naar buiten. Je gaat naar buiten en het blaast op. Gewoon steken in mijn maag. Terwijl ik had niks in mijn maag, want ik at niks. Uiteindelijk na 65 minuten echt moeten wisselen door buikpijn. Ik ben nog nooit gewisseld door überhaupt een blessure, maar ik moest gewisseld door buikpijn. Uiteindelijk hebben we de finale gehad, finale verloren met 2-1. Maar we waren geplaatst voor de Olympische Spelen. Dus die hele voorbereiding, je speelt alles. Je bent nog in een van die kwalificatiewedstrijden, ben je nog aanvoerder. Dus je denkt van oké. Nou, dan hoor je wie de dispensatiespelers gaan worden. Nou, aanvoerder van het Marokkaanse elftal, Gadja. Waar staat hij? Ja, positie. Staat op mijn positie. Ja, daar ga je dan. Dus de voorbereiding was hier in Nederland. Dat was wel tof. Dus je zit met Marokkaanse elftal in Nederland. Bij de Veluwe daar. Oh. Hoge Veluwe heb je daar. In Nederlandse elftal doet daar ook wel eens. Jong Oranje, in ieder geval. Dus daar zaten we. Nou, het ging echt goed. Echt. Ik zeg heel eerlijk, weet je. Ik heb bij Marokkaanse elftal heb ik niet altijd goede wedstrijden gespeeld. Daar ben ik ook gewoon heel eerlijk in. Ik had veel beter moeten spelen dan ik in die tijd deed. Ik kwam door zenuwen, kwam door 100 andere dingen. Maar uiteindelijk presteerde ik er gewoon niet goed. Maar ik had een fantastische voorbereiding voor de Olympische Spelen. Training hoog niveau, oefenwedstrijd tegen Kashim Pasa hoog niveau. En ik werd ook gewisseld gewoon na de eerste helft tegen Kashim Pasa in de zin van... Is goed zo. Jij speelt. Rust. Ja, snap je? Ja. Amrabat werd eruit gehad, ik werd eruit gehad, nog een aantal. De basis, je snap je? Zeker. Dus voor mij was het ook raar van... zit ik in deze categorie? Voor mij was het een heel raar gevoel. Maar daar, bij mij was het eerder van... heb ik slecht gespeeld? Weet je? Van die twijfel. Maar dan komt de trainer naar je toe en met top. Maak je niet druk, het is goed zo. Nou, dan hoor je dat Gadja meekomt. Die kwam echt een week, anderhalf week later kwam die aan. En dan ga je tellen. Maar we speelden 5-2-3-1 speelden wij. Dus we hadden twee controleurs voor de verdediging. Ik was een van die controleurs. Maar die gozer naast mij was een aanvoerder ook van het team. Denk je van, ja, dat gaat hem niet worden, man. Lastig. Ja, dus op een gegeven moment kwamen we echt in een situatie dat de trainer dacht van, oké, ja, politieke spelletjes ook ga je als aanvoerder van het eerste. Die kun je niet op de bank zijn, anders zou ik daar moeten spelen, snap je? Ja. Dus het is goed trainen. Ja, op een gegeven moment was een discussie. Hij speelde. De eerste wedstrijd speelden we gelijk. En had ruzie gemaakt met de trainer. Dus trainer zei van... Niet trainer zei... Ik dacht van, ik ga spelen tegen Japan. Ga ik spelen. Want hij wordt weggestuurd. Want het was echt behoorlijk bonje. Pim Verbeek, hij is overleden. Vorig jaar volgens mij. Echt een top trainer. Echt een fijne man. Heel hard, heel correct, maar fijne man. Alleen ja, dan komt er weer zo'n gozer van het NOC-NSF van Marokko... die alles probeert te herstellen. Ik dacht gewoon, nee, stop, alsjeblieft. Doe het niet. Weet je, dus ik maak nog wel eens grappen met die jongens. Van, ik stond 12 uur stond ik in de basis. Snap je? 12 uurtjes. Je weet gewoon dat ik ging slapen, stond ik in de basis. Toen ik wakker werd, stond dat ik niet meer in de basis. Ja, dan speel je nog tegen Japan, mag je invallen. Honduras val je in. Spanje zit je op de bank en na 3 wedstrijden vlieg je er met z'n allen uit. En in die tijd zat ik er precies hetzelfde in als jij. Dat was een klote Olympische speler. Ja. Wat heb ik gepresteerd? Ik heb helemaal niks gepresteerd. Ik ben 2 keer ben ik ingevallen. Ik ben niet eens goed ingevallen of zo. Weet je, heel 2 jaar ben je hierna aan het werken. Dit was ook de reden waarom ik uiteindelijk voor het Marokkaans elftal, de Olympisch elftal, had gekozen. Puur alleen voor de Olympische Spelen om dat te halen. En dan speel je nauwelijks. Maar nu, ik ben geblesseerd. En als ik terugkijk, is dat een van de mooiste herinneringen die ik heb. Ja. En dat heb ik mezelf aangeleerd, puur alleen om...
ik was daar, dat ten eerste. Ten tweede, ik weet wat mijn kwaliteiten waren op de training. Ik weet wat mijn niveau was. En ja, door omstandigheden die misschien buiten mij om zijn. Het kan ook zijn dat andere mensen anders naar kijken. Maar in ieder geval, voor mij was het omstandigheden die buiten mij om zijn. Heb ik niet veel gespeeld. En dat geeft mij voldoening. Maar ik ben trots. Want ik weet wat ik ervoor heb gedaan. Ik weet wat ik ervoor heb gelaten. En dat is genoeg zo. Want uiteindelijk, het enige wat je kan doen is kijken van, oké. Wat doe jij eraan? Mm-hmm. En wat een ander kan doen, is leuk en aardig. Ik heb daar geen controle over, dus ga ik me daar ook niet druk om maken. En zo sta ik er ook in. Alleen, ik denk dat jij verder bent dan ik, man. ik moet daar nog komen, man. Ja, laat ook. Geef me zo meteen maar wat notes mee en dan probeer ik daar ook te komen, man. Nee, klopt. Ik heb, kijk, weet je, uiteindelijk heb ik mezelf ook moeten trainen door de blessures die ik heb gehad. Ja. Ik heb mentaal heb ik mijn voldoening ergens uit moeten halen. Of dat een leugen voor mezelf is. Ja, weet je, iedereen heeft daar zo zijn mening over. Dit voelt voor mij goed en dit voelt voor mij dichtst bij de waarheid. Hmm. En ja, alhamdulillah, weet je. Wie kan zeggen dat hij op de Olympische Spelen heeft gespeeld? Wie kan zeggen dat hij op Afrika heb gespeeld met Cape Verde? Ik kan zeggen dat ik daar trots op ben. Ja. Toen kon ik dat echt niet zeggen. Dus ik maak wel stappen daar niet van. Ik kom misschien ooit op jouw niveau dat ik helemaal trots erop ben. Maar ik heb nog even tijd nodig, man. Ik heb nog eventjes tijd nodig. Nee, dat langs Marco misschien. Ja, maar de volgende keer als je eroverheen bent, dan wil ik je weer aan tafel hebben. Prima, man. Ben ik benieuwd hoe jij daar bent gekomen. We eindigen eigenlijk de podcast altijd met een vraag van een topsporter die er hiervoor is geweest. En hiervoor was Youssef El-Jabli. En die had ook een hele gekke situatie meegemaakt, dat hij eigenlijk in een hele korte tijd vrij bekend werd. Ook door hoe hij eruit zag, maar ook vooral door de manier hoe hij speelde. En vooral bij de Graafschap. Je ziet niet heel vaak dat je een praktiserende moslim met een baard en hoor dat in Doetinchem ziet presteren. En ook nog midden op de tribune ziet staan en met volle borst meezing. Maar we zijn vraag eigenlijk naar de volgende atleet is van hoe ben je er eigenlijk mee omgegaan dat je op een gegeven moment beroemd werd, dat je herkend werd? Ja, ook daar rol je in, soort van. De eerste keer dat je handtekeningen moet uitdelen of foto's moet maken, dat gebeurde op kleinere schaal, omdat dat bij Dordrecht was. Maar dan word je ook weer ineens in je omgeving meer herkend. Of oude vrienden die je 5 jaar niet hebt gesproken en ineens krijg je een sms'je, hè? Wat is het? Oh ja, jij. Is het bij jou geleidelijk gegaan? Was je al bekend, niet bekend, maar binnen je kleine omgeving, dat jij de goede voetballer was? Ja. Ik was wel een van de weinigen die bij een profclub speelde. Of in ieder geval hoop had om het uiteindelijk te gaan halen. Hoe ben ik ermee omgegaan? Ik hoop dat ik altijd mezelf ben gebleven. Ik denk het ook. Alleen, je bent wel af en toe veranderd. Of in de zin van dat je bullshit bent gaan onderscheiden. Dus mensen die ineens wat van je willen, al is het aandacht of weet ik veel. Dus ik denk van, waar was je toen ik in het tweede was van Dordrecht of weet ik veel. Wat ik wel lastig vond is, ook met familie of vrienden, en je bent bij de verjaardag van een vriend of zo, en dat ineens alle aandacht naar jou gaat van, hey, zo, zaterdag, zo, hey. Terwijl, je toch, hij is jarig en je wil niet dat. Ja. Je schaamt jezelf een beetje, ja, voor, is moeilijk. Voor de aandacht soms. Of dat je nicht een baby heeft gehad en dat iedereen, hey, zo, hey, je was goed, man. Ze heeft net een baby gehad, man. Geef haar even aandacht. En weet je, toch, zulke dingen, dat is wel lastig. Zei je dat op die manier of was dat een gedachte die je had? Het is familie en het is je oom misschien. En dan denk ik van, ja, je kan niet zeggen van. Was je dan kortaf in je reacties? Ja, wel dingen. Uiteindelijk ga je daar ook, leer je daarmee omgaan. Ja. Van, ja, nee, je ging echt goed. En ja, maar hoe gaat het met u? En zo, leuk, hè? Opa nu. En, ja. Dus je gaat hem, dat leer je dan ook, zeg maar. Ja, inderdaad. Grappig, man. Ik denk wel dat ik altijd wel mezelf ben gebleven. Ook mensen die je misschien nu lang niet hebt gezien. Of dat je ze weer tegenkomt. Je bent echt nog steeds de raarste gozer. Gewoon nog steeds, gewoon, je, toch, dat je dat soort dingen krijgt. Ja. Dus
Ik denk wel dat ik mezelf ben gelukt, man. Ja. Wat is jouw vraag voor de eerstvolgende atleet? Wordt het een topsporter? Wordt het een, Sowieso, de vragen zullen alleen voor de topsporters zijn. Ja. Ik ook over moeten nadenken ook. Je hebt de tijd om een uur rustig over na te denken. Tegenslagen. Mm-hmm. We hebben een onderwerp. Ben je of heb je wel eens erover nagedacht om te stoppen? Om vanwege tegenslagen of vanwege misschien een blessure? Dat je denkt van nee. Waarom ben je doorgegaan? Waarom ben je niet doorgegaan? Is dat een goede vraag? Ik vind het een hele goede vraag. Mooi man. Ik denk dat heel veel mensen daar wel een aantal verhalen over hebben. Die er tegenaan zijn gelopen, 100%. Uiteindelijk denk ik dat iedereen dat wel heeft gedaan. Maar ik vind het een hele mooie vraag. Ik vind het een hele mooie vraag. Beautiful. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel voor de tijd die je hebt genomen om hier tegenover mij te zitten. Ik denk, ik vond het een heel, heel tof gesprek. Ik hoop dat jij dat ook vond. Dankjewel dat je me uit hebt genodigd. Ik vond het mooi om hier te zijn. Yo, ciao, ciao. Yalla. We'll be right back.